Vandaag is de jaarlijkse open dag van de Trein Hobbyclub Almelo. Hier in Egbertus aan de Arendsboerweg. We hebben 2 jaar geen open dag kunnen houden vanwege de corona. Nou, dat weet iedereen wel. Er zijn hier van allerlei activiteiten. Hier waar we zitten, daar is onze modulebaan in bedrijf. Er is op de eerste etage is iemand aanwezig met een 3D-printer. Dat is Hardy Klink. Er zijn mensen van de bomengroep Enschede aanwezig om zelf bomen te maken. En er is een modulebaan, een modelbaan van de club uit Hoogeveen aanwezig. En op de zolder hebben wij onze vaste modelbaan, waar ook veel te doen is. Ja, hoe is het met het aantal bezoekers? De schatting is dat we tot tussen de 300 en de 400 bezoekers hebben. Ja, dat moet je niet zeggen. Dat is mooi. En komen daar nieuwe leden uit, denk je? We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. En ik hoop ook dat er nieuwe leden hieruit voortkomen.